In het kader van het verbeteren van de regionale integratie heeft president Luiz Inácio Lula da Silva van Brazilië initiatieven ondernomen om de 12 staatshoofden van de UNASUR weer bij elkaar te brengen. Een van de eerste initiatieven hiertoe is de bijeenkomst The Meeting of the Presidents of the Countries of South America op 30 mei. President Santokki zal deelnemen aan deze staatshoofdenontmoeting, waarbij het integratieproces van Zuid-Amerika in de wereld zal worden besproken. Het oprichtingsverdrag van UNASUR werd op 23 mei 2008 getekend in Brazilië en trad in werking op 11 maart 2011. Suriname heeft het verdrag op 24 november 2010 geratificeerd. Het voorstel van KKF om de behandeling van de wet collectieve rechten van inheemse en tribale volken per omgaande stop te zetten, ziet DNA-voorzitter Marinus B. als een aan barbarisme grenzende impertinentie. In een brief zegt B. dat alleen DNA de behandeling en aanname van wetten als een constitutioneel taak heeft. KKF zou hebben gesteld dat het momentum zich niet leent om de behandeling voort te zetten vanwege de recente gebeurtenissen. B. hoopt dat de ondernemers die schade hebben geleden begrijpen dat niemand gebaat is bij een gewapend conflict. B. geeft als advies mee dat elke schoenmaker zich bij zijn lees houdt. En het ministerie van AWJ wenst op een creatieve wijze de zelfredzaamheid van mensen op de arbeidsmarkt ter hand te nemen. 8 personen uit het district Wanica hebben maandag hun certificaat ontvangen voor het succesvol afronden van de vaktraining textiele werkvormen voor gevorderden. Deze is een vervolg van de vakopleiding basis textiele werkvormen. Het betreft de implementatie van het gemeenschapsproject door de SAO en BGP.